Nu is het tijd voor de verkiezing doelpunt van de maand september. Stem op de mooiste goal en maak kans op 2 kaarten voor Ajax-RKC van 26 oktober aanstaande. Dit zijn de 10 kandidaten. Meeleg, niet buitenspel. Mooi meegenomen. Kan hij nog schieten? Ja, goal! Ajax leidt en zijn tweede doelpunt, Dejan Meeleg. Wordt het 2-1. Mooie vrije trap van ver. En het doelpunt van Nigel Owusu. Dit is weer Ruperti met een prachtige goal. Geweldig schot in de verre hoek. Dan de voorzet richting Ezra Walian, de spits. En die heeft een prachtige goal in petto. Wat een doelpunt van de nummer 9 van de A2. Deze spits scoort zo makkelijk. En dit is een heel knap doelpunt. De bal via Lobotka bij Andersen. Andersen kapt zijn tegenstander uit en schiet de bal dan in de korte hoek voorbij Ruud Swinkels. Hier is hij weer, Bai, met een mooie paas richting Abdelak Nouri. Nouri met een mooie paas buitenkant rechts richting Adam El Idrissi. En het is nog voor rust 2-0. Goeie aanval van Ajax. Roy Owusu, goed weggedraaid bij zijn tegenstander. Owusu trekt naar binnen en krolt de bal met rechts in de verre hoek achter doelman Barry van der Brink. En na 4 minuten dus de voorsprong voor de A1. Goeie goal van deze linksback van Ajax. Dit is Akolatse. Mooie actie, Akolatse. Wat een doelpunt van Elton Akolatse. Prachtig hoe hij vrijkomt en prachtig hoe hij de bal in de verre hoek krult. Ja, mooie vrijtrap. Goed binnen. Timmermans kansloos. Het is niet over hoor, de bui. Sigurdsson. Sigurdsson. Ja. 4-0. Dat komt omdat Ajax op dat middenveld onmiddellijk ingrijpt. Hier, Paulsen. Vooral zijn verdiensten. Heb je een keuze kunnen maken? Ga dan naar facebook.com/AFC Ajax en kies de mooiste treffer. Vertel in het kort waarom je voor de goal hebt gekozen en maak kans op 2 kaarten voor Ajax-RKC op 26 oktober aanstaande. Je kan stemmen tot aanstaande zondag. Volgende week maken we de winnaar bekend in Ajax TV.